Rossum, goedenavond. Dag Karel. Vertel eerst eens wat aan ons over hoe dat nou eigenlijk naar verdeeld is in het land. Want vroeger hadden wij een soort idee van democraten die zijn links en de republikeinen die zijn rechts. Maar dat klopt natuurlijk helemaal geen bal van, als je het zo simpel wil. In een hele algemene zin klopt het wel. In de zin dat veel republikeinen wat conservatiever zijn dan veel democraten. Maar er zit zelfs een socialist in het Amerikaanse congres. De staat Vermont heeft ooit een socialist met een baard afgevaardigd naar het Amerikaanse congres. Wat voor Amerikaanse begrippen natuurlijk onmogelijk is. Ja, dat je socialist bent is natuurlijk al vrij ernstig. Maar dat je een baard hebt, dat is helemaal natuurlijk min of meer het einde van je politieke carrière. Hè? Terwijl Lincoln ook een baard had, maar nu is dat uit de mode. Maar die man zit er. Ja, die man zit erin, tot volle tevredenheid van de staat Vermont. Hij zal er ook wel in blijven zitten, heb ik begrepen. Vergelijk nou die Amerikaanse linkse en rechtse is met de Nederlandse linkse en rechtse. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou, het Nederlandse politieke spectrum valt nauwelijks te vergelijken met het Amerikaanse politieke spectrum. Je kunt zeggen, de hele Nederlandse politiek ligt duidelijk links van de Amerikaanse politiek. Ik zal hem maar zeggen, Bolkestein. Niet waar, de geniale aanvoerder van de Nederlandse Conservatieve Partij, die zou in Amerika beschouwd worden als een gevaarlijke linkse gek. Die zou waarschijnlijk ergens. Bolkestein is progressiever dan Bill Clinton. Terwijl de mensen misschien het idee hebben dat Clinton een hele progressieve figuur, maar in vele opzichten nogmaals is Bolkestein progressiever. En wat moet ik dan denken van onze officiële, laten we zeggen het GPV of minister, dat soort. Nou, klein rechts. Nou, kijk, op het punt natuurlijk van de christelijke waarde en dat alleen zwaargelovigen op onze bankbiljetten mogen worden afgebeeld, dat zou natuurlijk in Amerika nog wel een gevoelig punt treffen. Maar iemand als Schutte bijvoorbeeld zou met de meeste van zijn andere opvattingen ook in Amerika als een betrekkelijk linkse figuur worden gezien, ja. Nogmaals, de hele Amerikaanse politiek is aan de conservatieve kant. Ja. Wat stoort jou het meest in de campagnes? Wat natuurlijk in Amerika een heel vervelend punt is, dat negative campaigning. Hè? Dus dat men spotjes uitzendt waarin de tegenstander in de politieke race verdacht gemaakt wordt. Ik heb gehoord dat senator is, die in die zin vrouw slaat. Het wonderlijke is dat als je dus in Amerika kandidaat voor een of ander ambt bent, of voor een plaats in het congres, dat het weinig zin is om te zeggen, nou, ik heb zo'n geweldig programma, ik ben zo'n ontzettend aardige man, stemt u vooral op mij. Maar dat het veel efficiënter is om te zeggen, ja, ik heb wel eens gehoord dat mijn tegenstander zijn vrouw slaat. En bovendien heeft hij een hond die kreupel geschopt heeft. Schijnt het, ik weet het niet helemaal zeker, maar waardoor de tegenstander gedwongen is om weer een spotje te maken waarin hij met die hond komt, die gezellig rondhuppelt zonder dat hij klaarblijkelijk kreupel is. En die vrouw komt, hè, ze zitten hand in hand op zo'n tweezitsbankje en die vrouw zegt van, nee, je hebt nooit iets gedaan eigenlijk. Doodgoeie lieve man en zo, hij heft nooit de hand op. Maar de kijker denkt dan, nou ja, als ze dat zou komen zeggen, het zou toch kunnen zijn dat het maar waar dat is, soort he? Van campagnevoer is in Amerika dus effectiever dan uitleggen wat je eigenlijk wil met die belastinggelden. Ja. Nou ja, kijk, de meeste campagnespots zijn zogenaamde 30 seconden spotjes. Daar valt natuurlijk niet veel verstandigs. Nee. Dat hangt helemaal op suggestie. Laten we het nog heel even over Bill Clinton en vooral ook over zijn vrouw hebben. Want hij heeft met van allerlei leuke plannen van start gegaan. Eén van die plannen, hij wordt wel weer een klein beetje populairder, want een paar weken geleden was het echt rampzalig. Niemand wou hem een hand geven. Maar wat is er nou met het belangrijkste van zijn plannen, namelijk dat gezondheidsplan? Wat is daar nou mis mee gegaan? Nou ja, dat ligt een beetje aan hem. In de zin dat het wel een erg uitgebreid, vreselijk gecompliceerd, in het diepste geheim gebakken plan was. Dat is geen handige voorbereiding geweest. Maar het ligt ook, laten we dat niet vergeten, aan de Republikeinen die dit jaar een strategie gevoerd hebben van totale polarisatie, overal tegen zijn. Ik zou maar zeggen, Dole, de Republikeinse leider in de Senaat, was 2 jaar geleden nog een voorstander van herziening van de gezondheidszorg. En dat is hij nu plotseling totaal vergeten. Ook gewoon sabotage, politieke sabotage. Dat is politieke sabotage en dat is ook een heel handig instrument voor in de Senaat, namelijk een zogenaamde filibuster. Dat betekent dat je eindeloos kunt leuteren en dat je daardoor kunt vermijden dat een bepaald voorstel in plenaire stemming wordt gebracht. En nu is het probleem met de filibuster, daar kan pas een eind aan worden gemaakt als 60 senatoren voor het beëindigen van die filibuster stemmen.
Maar er zijn maar 57 democratische senatoren. Dat betekent dat dus de republikeinse minderheid van 53, van 43, in feite in staat is, als ze dus goed georganiseerd zijn, om maar door te blijven zaken. Om de zaak totaal te... Ja, want ze doen de gekste dingen. Hè. Ze lezen de Bijbel voor en ze lezen Texaanse kookboeken voor. En, nou ja, nee, het is echt waar. Dat wordt letterlijk een... Ja, ze hebben stretchertjes in de hal staan waar ze dan op slapen en... Nou, dan, als de een dan dus moe begint te worden, dan komt er een ander en die leest dan weer een kookboek uit een andere staat voor. En hoe lang gaat dat dan door? Nou, dat gaat in principe eeuwig door. Als het tenminste niet op een goed moment 60 man zijn om dat te beëindigen, gaat het eeuwig door tot de andere partij het opgeeft en zegt van ja. En dan is het mislukt. Maarten, ik begin eigenlijk als ik je zo hoor te geloven dat je eigenlijk dolgelukkig bent met ons systeem. Ja, het Nederlandse systeem is veel minder gepolariseerd, is veel meer gericht op samenwerking en is in het algemeen veel redelijker. De selectie van politici wordt door politieke partijen verricht, waardoor de allerergste halve garen van het type Oliver North in feite niet geselecteerd. Laat ik het praktische voorbeeld geven van de heer Mens, makelaar de Wassenaar. Hè? Een typisch Nederlandse populist van zakenlui aan de regering, geen gelul, de belasting omlaag, iedereen een Rolls Royce. He, dat, he, dat is zo'n hadje maar politiek van elke dag een glas jenever en vrij vis in het Vondelpark. Dat idee. Het is heel typisch dat die mens, die zit daar dus nu nog te klagen, nu gaat hij ook een partij oprichten, Nederland vooruit of Hup Holland Hup of zoiets dergelijks. Maar binnen het systeem krijgt hij geen kans. Het type mens is een volkomen normaal soort van Amerikaans politicus. Hè, met dezelfde opportunistische, populistische retoriek. En dat is dus nogmaals in Nederland eigenlijk onmogelijk. Hè, de hele Nederlandse Tweede Kamer zit misschien vol met mensen waar jij zegt, nou, daar ga ik nou liever niet een glas bier mee drinken. Of het zijn niet van die geweldige, amusante gesprekspartners, maar het zijn over het algemeen heel redelijke, vrij normale, verstandige Nederlanders. En daar twijfel je wel eens aan als je naar het Amerikaanse congres kijkt. Daar komen daar halve garen. Ik kan alleen maar aanbevelen om eens wat naar CNN te kijken. En zo eens wat van die gasten van Larry King te bekijken. Nou, dat is echt soms dermate verbijsterend. Hey, laat ik één enkele anekdote vertellen. Het ging ook over die gezondheidszorg. En bij zo'n programma op CNN, zo'n discussieprogramma, daar zat Trent Lott. Keurig uitziende, hij zou een senator kunnen spelen in de film. De meeste Amerikaanse senatoren zien eruit alsof ze een senator zouden kunnen spelen in de film. Eentje is er ook zo president geworden. Ja. En op een van die lui van dat programma zegt, ja, maar de gezondheidszorg in Japan en Duitsland, die zijn A, goedkoper en B, veel beter georganiseerd. En de Japanners en de Duitsers zijn gezonder dan de Amerikanen. Ja, zegt Trent Lott, maar these are socialist countries. Hè? Daar zou Kool toch van opkijken, hè? Dat hij kanselier is van een socialistisch land. En dat gelooft de man oprecht. Zelfs dat durf ik niet met zekerheid. Maarten van Rossum, dank voor je poging om dit allemaal uit te leggen. Dank voor je komst naar het Rembrandtplein. De helft van televisiekijkend Nederland keek afgelopen dinsdag naar het programma dat mijn volgende gast presenteert. Nog even, het wordt een nationale uitzending, zou je zeggen. Iedereen kent het nu, iedereen heeft er ook een mening over. Maar bijna niemand heeft het fenomeen nog helemaal kunnen verklaren. All You Need Is Love. Hier is Robert ten Brink. Robert. Hallo. Weet je nog wat ze over je schreven toen het begon? Oh, ja, alles. Alles is er geschreven, geloof ik. De meest verschrikkelijke dingen. Het voyeurisme tot norm verheven? Ja, goed, maar die kranten moeten ook, toch? Er moet iedere dag weer een ander stuk in. Vind jij het in het algemeen belangrijk of mensen je aardig vinden? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Ja, en ik moet je zeggen dat inderdaad dit programma erbij heeft geholpen om dat wat minder te vinden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn als inderdaad heel Nederland naar een programma kijkt, nu al voor het derde seizoen, dat echt iedereen je ook leuk vindt. Er zijn, doordat er zoveel mensen zijn die het zo leuk vinden en mij misschien ook wel leuk, zijn er natuurlijk ook verschrikkelijk veel mensen die mij absoluut niet leuk vinden en mij een engert vinden. En dat, ja, het een bestaat niet zonder het ander natuurlijk.
Dus ja, als er dan in de landelijke bladen over je geschreven wordt, dan heb je meer zoiets van, wat ze nou weer hebben geschreven? Ik heb echt met avondbladen voor mijn neus gezeten, sociologische beschouwingen, waar ik de helft niet van begreep. Echt ongelooflijk. Echt wat een dichter zal hebben als op de middelbare school zijn gedichten worden uitgelegd. Door een zwakke leraar Nederlands. Nou ja, zover wil ik dan niet gaan, want die mensen die moeten ook hun werk doen. Die moeten ook die stukken schrijven natuurlijk. Maar er werden soms dingen bijgehaald. Dat gelooft hier niet. Mag ik ze een paar vragen over jou zelf stellen? Nou, liever niet. Iets over je persoonlijkheid, persoonlijkheidskenmerken. Ben jij plichtsgetrouw? Ja. Krijgt iemand nog een tientje van of wat? Nee, maar wij horen zo'n leuk. Is het waar dat je als kamermeisje hebt gewerkt? Oh ja. Ik heb alles gedaan. Ik heb kamermeisje inderdaad ben ik geweest. Postzakkensjouwer, barkeeper, heel lang. Maar kamermeisje was heel bijzonder. Dan moest je zo'n viezige kamer op. Met van die handdoeken overal rondgestrooid. En dan moest je het daar even gezellig maken. Ja, dat is waar. En deed je dat altijd netjes? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Dat is 100 jaar geleden. Nou, het verhaal gaat dat je namelijk gewoon zo af en toe zo de balen had... dat je de vieze lakens gewoon recht trok... en de volgende gast een smerige bedden liet slapen. Dat zal ik best wel eens gedaan hebben, want dat is een heel gedoetje om die dingen te verschonen. Ik heb ook een tijdje trouwens banketten gedaan. Niet eromheen lullen, even uitleggen. Nee, maar ik wilde nog even vertellen, want ik heb ook wel dingen geserveerd. Dan moest je voor een groep Amerikanen een schaal haring brengen. En ik heb een keer die haringen van die schotel af laten glijden. Die vielen zo op dat viezige tapijt. Toen heb ik ze een beetje afgeveegd. Toen heb ik ze weer zo gelegd, die schotel binnen. En ze zaten inderdaad, oh, real Dutch. Dat smaakt heerlijk. Dat is Hollands tapijt. Ja. Toen ben je heel lastig en vervelend bij de KRO gaan zitten doen, een tijdje. Nou... Met Hubert van Hoof en Bram van Splunteren. Wij hadden nog nooit een radiostudio van binnen gezien. En dan kwam je daar bij de radio. We gingen 's morgens op de trein. En dan zat Bram altijd in de trein heel ergelijk een eitje te pellen. En dan had je al die grote mannen, de Karel van der Graven en de Felix Meurnissen, die daar in hun bolides voorkwamen. En wij hadden zoiets van, wij gaan lekker hier de boel eens even versteren. Ja. En wij mochten dus op primetime 2 uur radio maken iedere week. En dan gingen jullie de Dead Kennedys draaien, waar nog nooit iemand van gehoord had. Ja. Waar iedereen helemaal uitslag van kreeg. Holiday in Cambodja. En Vader Abraham voor de lul zetten. Ja. Ja. En geheime bandjes van Soestdijk draaien. Ja. En uiteindelijk zijn we eruit gemieterd. Ja. En toen had ik weer niks. En toen ben ik uiteindelijk cijfers en letters gaan doen met de KRO. Nou zei Bram van Splunteren, toch langzamerhand wel de nieuwe vader van de internationale rock'n'roll-wereld afdeling Nederland geworden. Ja, nou. Die zei, Robert is een beetje zijn brave kant gaan ontwikkelen na die tijd. Ja, maar wat is met dat met een nou? Zekere somberheid, zei hij dat. Ja, nou, ik vind dat helemaal niet, want ik kan me wel voorstellen dat hij dat denkt, omdat het braaf is om zoveel kijkers aan je te binden, of braaf is om misschien wel in zijn ogen een amusementsprogramma te maken. Maar voor mezelf heb ik helemaal niet dat idee. Want ik, wat wij met die filmpjes doen, als wij mensen overvallen en dingen, ja, dat is gewoon mijn lol. Dat is altijd maar dat kan ook maar één keer. En dan heb ik het idee dat ik geheel mijn ei kwijt kan. Kijk, ik ga niet meer, maar daarvoor, ja, mijn brave kant. We zijn 15 jaar ouder, zeg. Ik ben nu ook een oude man. Het zou heel raar zijn als ik constant in het programma nu van, ach kerel, hou je bek, ging zitten roepen. Dat zou heel raar zijn, toch? Het zou wel leuk zijn. Ja, maar kijk, Bram... Ik doe het nog één keer per jaar, trouwens bij Frits Spits als Sinterklaas. Dan maak ik Frits altijd voor alles uit wat mooi en lelijk is. Ja. Jij vindt niet dat je je brave kant ontwikkeld hebt ten koste van je rebellerige kant? Nee, helemaal niet, want ik ben nooit zo rebellerig geweest. Dat kwam er toen een beetje uit. Kan jij trouwens nog ergens binnenlopen? Nou... Want in een winkel en zeggen van ik kom iets kopen zonder dat er meteen paniek... Ik kan me voorstellen dat als jij bij mij op de bel zou drukken, dat ik toch... Maar je gaat wel mee. Nou, ik zou me echt doodschrikken, denk ik, als het zou gebeuren. Nee, ik heb wel eens gehad dat ik inderdaad een bezem moest hebben bij Blokker... en dat het voltallige personeel de keuken in vluchtte. Van... Ja, maar ik heb niet eens een camera bij me. Ik wil alleen een bezem. Ja, dag. Ja. Niks geloven. Ja. Waar eindigt dit programma? Denk je dat het stap voor stap verder gaat... qua intimiteit die openbaar gemaakt wordt? Nee, ik denk... Wij maken... Hoe zou het verder moeten gaan? Het Amerikaanse doomsday-scenario van een man die op de televisie aan zijn vrouw gaat uitleggen dat hij aids heeft. Ja, dat soort grappen inderdaad. In Italië heb je dat ook. Nou, ik weet niet of dat zo verder gaat. Ik weet in ieder geval wel zeker dat ik dat programma niet zal maken. Ik ben erbij gebaat om die mensen zo leuk mogelijk weg te laten komen. En zo
sympathiek mogelijk af te schilderen en zo serieus mogelijk te nemen. En dat, ja. Waarom ben je erg bij gebaat om die mensen zo sympathiek mogelijk te laten overkomen? Omdat anders het programma niet meer zou bestaan. Want we willen altijd graag dat er toch weer veel andere mensen bellen, zodat we volgende week weer een uitzending kunnen maken. Maar als er nou morgen iemand opbelt en die zegt, ja, maar ik wil zo graag uitleggen dat ik inmiddels een verhouding heb met de zus van mijn vrouw. Dat durf ik, wil ik zo graag in jouw programma doen. Nee, wij houden ons altijd verre van engigheden, om het zo maar te zeggen. Omdat het heel simpel is. Wat wij zoeken zijn twee mensen die elkaar leuk vinden, verliefd op elkaar zijn, van elkaar houden. Dat doet er allemaal niet toe. En dat is het onderwerp. En al die zijvoegsels van maar één been, of verslaafd aan, of die toen in elkaar geslagen, daar willen we absoluut niets mee te maken hebben. Dat doet er ook niet toe voor daar ons. Daar houden we mee op. Ja, precies. En dan gaat het erom dat ik uiteindelijk weer iemand zie dat ik denk van, god, wat een schat. Weet je, wat leuk is, dan gaan we dit en dat, of we zetten die vrouw, die nemen we gewoon naar de Eiffeltoren, of weet ik. Het zijn allemaal van dat soort simpele dingen. Alleen, doordat we dat gewoon maar ineens achter elkaar doen, ja, gebeurt er zoveel met die mensen, en met mij ook, en met de ploeg ook, en weet ik wat. We staan wel eens met z'n allen gewoon te janken, hoor. Dat doen we helemaal niet raar over. Ook de cameraman? Absoluut, ja. Ja, we hadden het van de week nog over, van, goh, weet je nog waarom dat, laat je dat nooit zien? Nou, omdat hij dan zelf de camera vast heeft. Ja, maar waarom laten we het? Het is wel een handige omzeilen, maar nee, ik heb jou nog nooit zien huilen. Nee, ik vind het ook niet gepast. Want dan zou ik moeten laten zien, daar, omdat ik dan sta te grienen van, wat ben ik toch begaan. En dat doet er ook helemaal niet toe op dat moment, want op dat moment gaat het om die twee mensen. Maar er wordt inderdaad vaak ook in de studio wel eens een traantje weggepinkt. Gewoon door de spanning van het moment ook. Het is ook heel spannend wat er gebeurt. Ja. Nou, volgende gast. Oh nee. Je vindt het helemaal niet leuk om over jezelf te praten, volgens mij. Volgens mij heb je er een bloedhekel aan. Ja, nee, ja. Ja, dat zal ik me eerlijk zeggen. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben een extra gast. En blijf nog even zitten, want die extra gast blijft staan. Ja. En ze blijft staan om het beste te kunnen doen wat ze het beste kan. En dat is zingen. Mag ik van jullie allemaal een daverend welkom.